Laten we gewoon weer even kijken naar de akkoorden. Voor degene die de akkoorden nog niet eerder hebben gespeeld. Ik heb trouwens mijn capo op 4 voor dit liedje. Mocht je nou geen capo hebben, doe het even zonder capo. Dat maakt voor de handen eigenlijk niet zoveel uit. Een capo zet je er eigenlijk vooral op om de toonsoort iets aan te passen. Vaak voor degene die zingt. Vrouwen hebben vaak een iets hogere stem, mannen vaak een iets lagere stem. Het is vaak een beetje zoeken naar welke toonsoort lekker valt. Maar ook zonder capo zijn de akkoorden hetzelfde. En de akkoorden zijn G naar D naar E minor naar C. En die akkoorden hebben we vaker gedaan. Ik ga ze toch nog even een keertje even doornemen met jullie. Voor de G speel ik met mijn wijsvinger de A-snaar op het tweede vakje. Met mijn middelvinger het derde vakje van de E-snaar. Dan heb ik een open D-snaar en een open G-snaar. Dan zet ik mijn ringvinger op de B-snaar op het derde vakje. En dan mijn pink op het derde vakje van de hoge E-snaar. Dat is mijn G-akkoord. Het komt wel eens voor dat mensen zeggen, hé, ik speel hem alleen met mijn ringvinger op de E-snaar. Er zijn meerdere manieren om een G-akkoord te spelen. Ik vind hem voor deze mooi om hem met twee vingers onderin te spelen. Dus met mijn ringvinger en mijn pink. Allebei onderin op de derde vakje van de B en E-snaar. Gaan we naar de D. Die speel je met je wijsvinger op het tweede vakje van de G-snaar. Je ringvinger blijft staan op het derde vakje van de B-snaar. En je middelvinger komt hier op de E-snaar op het tweede vakje. Dit akkoord slaan we aan vanaf de D-snaar naar beneden. Dus D, G, B, E. Dan hebben we het E-mineur akkoord. E-mineur akkoord speel ik met mijn middelvinger en met mijn ringvinger. En ik speel met mijn middelvinger het tweede vakje van de A-snaar en met mijn ringvinger het tweede vakje van de D-snaar. En voor de rest speel je gewoon alle snaren open. Voor het C-akkoord gaan we de ringvinger op het derde vakje van de A-snaar neerzetten. De middelvinger zetten we op het tweede vakje van de D-snaar. Hebben we een open G-snaar. En dan de wijsvinger op het eerste vakje van de B-snaar. En dit akkoord spelen we zonder de lage E-snaar. Als je die erbij speelt, vindt, en je wil hem netjes heel clean hebben, bereik je door niet die lage E-snaar te spelen. Er zijn een aantal manieren om te zorgen dat je niet die lage E-snaar speelt. Daar heb ik ook meerdere video's over op het YouTube-kanaal. Dus daar moet je maar even naar zoeken als je het idee hebt dat je het moeilijk vindt om die E-snaar te dempen. Ik denk dat we dan klaar zijn met de akkoorden. Ik denk ook dat veel van jullie dit gewoon echt wel al weten. Dus mocht je dit nog niet weten, kijk vooral even rond op de site en op het YouTube kanaal en ga eerst even goed oefenen op die basisakkoorden voordat je gelijk doorgaat met alle strumming patterns en alle volgende dingen.